Welkom aan onze regiotafel. We gaan dwars door de regio. We gaan onder andere praten over druiven. En we gaan het ook nog hebben over naar de kroeg gaan. Maar op een andere manier. Dit zijn onderwerpen in de regiotafel. Aan tafel twee gasten. Guido en Anita. Bijzonder hartelijk welkom. Ja, de vraag is natuurlijk altijd eerst. Waar komen jullie vandaan? Guido, allemaal met jou beginnen. Ik kom uit Delft. En dat moet de goede kant op wijzen. Dat is hier zo? Delft, ja. Ja, en heb je iets met de rest van de regio of zeg je van... Ik heb ook wat met Den Haag. Ik heb altijd in Den Haag gewerkt. Koerhuis en in Corona Hotel. Als kelner. Als kelner, ja. En ook in Leidschendam Voorburg, met name Voorburg, heb ik een restaurant gehad. Kijk aan. Dus dat is een mooi plekje trouwens. En we gaan het straks hebben over een... Over een café, mag ik dat zo zeggen? Ja, een prachtig café. Echt een prachtig café. Komen we zo. En daarnaast, Anita? Klopt, ja. En waar kom jij vandaan? Ik kom uit Westland. Heb je zo'n kistje ook meegenomen? Ja, dat is alvast een doorkijkje naar waar we het zo over gaan hebben. En jouw vraag is ook ja, wat mijn betrokkenheid is bij de andere onderdelen in de regio. Bij de hele regio, ja. Nou, ik wandel zelf graag. Dus ik kan zeggen dat er echt bij elke regio wel een schitterende wandeltocht is. Maar daarnaast vanuit waarom ik hier ook ben, je hebt je opleiding en je hele achtergrond. Dus ja, je hebt met de regio te maken. Oké, okay. En dat kistje, dat gaat over het druifje. Kistje druiven, ja. Dat is hartstikke mooi. Nou, laten we er maar gelijk over beginnen, Anita. Ja. Want dat heeft een betekenis, hè? Ik dacht, het is leuk om het mee te nemen en ook te laten zien hoe mooi die Westlandse druiven zijn. Dat is namelijk eigenlijk de reden waarom ik hier ben. In Westland hebben we het themapark de Westlandse druif. Neem een tisje, zou ik zeggen. Een tisje uit het kistje, alsjeblieft. Een tisje druiven. Een tisje druiven. Ja. De franken, of de muskaat, sorry. Ook lekker. Alsjeblieft. En waarom wij hier nu iets of aan tafel zijn, is omdat wij afgelopen weekend zijn gestart met het varen van fluisterbootjes. Dus naast de wereld van de druif willen we ook de wereld van het Westland vanaf het water laten zien aan onze gasten. Ik denk dat onze kijkers van lieverlee toch wel weten dat er behoorlijk wat afgevaard wordt in het Westland. Want we hebben pas ook al een onderwerp gehad over het varen corso. Oh, ja. En nu ga je dat dus niet met van die grote Westlanders doen, maar met wat andere bootjes. Nou, zelfs met fluisterbootjes. Dus het voordeel daarvan is dat... Ze maken geen herrie. Nee. En het zijn elektromotoren, dus je hoort ze ook niet. Dus je gaat geruisloos door die Westlandse wateren of de wateren van Rijswijk. En vervolgens ja, kun je genieten van al dat schoon wat je op de waterkant ziet. Maar ben je dan eigenlijk een soort... Want de Westlandse druif is een soort historisch centrum. Ja, het is een themapark, zo noemen we het. Ja. Want we willen onze bezoekers laten ervaren hoe het in het verleden ging, maar ook hoe het op dit moment gaat. De druiventeelt is van jaren terug, maar is wel de bakermat van de Nederlandse en de wereldwijde glastuinbouw. Dat is allemaal begonnen met die druiventeelt onder glas. En dat laten we dus nog steeds zien hoe dat op die traditionele manier werd gekweekt. Alleen wel volledig biologisch. En dat zijn natuurlijk met de trends van tegenwoordig. Maar worden er minder druiven gegeten dan? Want als ik nu naar het Westland kijk, dan zijn het allemaal bedrijven die min of meer bloemen hebben. Of paprika, ja, tomaten klopt. En andere zaken. Nou, het was vroeger zo dat je druiven kweekte. En in de periode dat er geen druiven waren, dan zette je daar sla onder. Of komkommers of paprika. En in de jaren 70, de jaren 60 eigenlijk al, is de opkomst van de... druiven uit Zuid-Europese landen en van andere continenten, die is steeds groter geworden. Waardoor de kwekers in Westland dachten, ja, wij kunnen veel meer resultaat boeken met het kweken van tomaten als hoofdteelt. Ja. En daarmee is eigenlijk die druiventeelt steeds kleiner geworden. En ja, koop je nu in de supermarkt veel al druiven uit een ander land in plaats van uit het Westland. Dat is eigenlijk wel jammer dan. Dat is zeker jammer, want ik kan oprecht zeggen dat ze heel anders smaken. En ik kan ook zeggen dat dit echt biologische druiven zijn. En dat ik
bijna zeker weet dat zij die in de supermarkt liggen, dat veelal niet zijn. Ja, druiven en wijn, dat hoor ik ook een beetje bij elkaar. Heb je dan, ik heb wel eens gehoord van bier uit het Westland, nou, in Delft even zo, maar dat hebben we niet. We organiseren wel een wijnproeverij, maar dat is meer omdat men vaak de associatie heeft met wijn en met druiven. Dit zijn echter tafeldruiven, vroeger lagen die prachtig op een schaal. Van voor mijn tijd, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dan lagen ze prachtig op een schaal. En dan probeerde je zo lang mogelijk die tros druiven mooi laten zijn. Wat dan wel inhield dat men zeg maar, van onderaf natuurlijk wel alvast snoepte van die heerlijke tafeldruiven. Ja, maar dat is een tafeldruif. Dat is wat wij kweken bij de Westlandse druif. En in wijn, daar gaat zeg maar 3 kilo druiven voor 1 liter wijn. Dat is zonde van de heerlijke smaak die we hebben. Dus je zegt eigenlijk geen wijn van maken, dat is te duur, dat is zonde eigenlijk. Ja. Je moet gewoon, dit zijn bijvoorbeeld ook druiven die we altijd in april. In april en mei gaan we met honderden vrijwilligers gaan we de kas in. En dan gaan we 5 weken lang, 6 weken lang zijn we die druiven aan het krenten. Maar ja, waar we het nog niet over gehad hebben, wat hebben die fluisterboten daar dan weer mee te maken? We willen mensen laten beleven hoe mooi het is dat wat in Westland is ontstaan. En in het verleden gingen dus die druiven per schuit naar de veiling, naar de groenteveiling, om daar verkocht te worden aan de afnemers. Die schuiten die zijn natuurlijk ontzettend groot. Men zoekt op het moment dat ze bij het themapark komen en een rondleiding krijgen in de kwekerij onder die prachtige druiven. Dan vertellen we, dan gaan ze met een Westlander, zoals dat heette, richting de groenteveiling. En dat kan men dus nu zelf ook, zonder vaarbewijs, want dat is dan een voordeel van die fluisterbootjes. Je kan daar met 4 of 6 volwassenen in. Dus je hebt met een kleinere club heb je ook gewoon een gezellige vaartocht. Ja, het is een mini-corsootje, bij wijze van spreken. Als je wil kun je de boot ook opmaken, maar dat is zeker niet noodzakelijk. Oké, nog even een vraag. Wat heb jij nou zelf met druiven? Jij bent ook nog druivenprinses geweest. Zelfs, ja, in 2010, 2011 was ik druivenprinses en mocht ik meehelpen aan de promotie van de Westlandse druif in Westland, maar ook in Nederland en internationaal. Ja. Ja, dat is mooi. Dankjewel voor de informatie. Graag gedaan. Wat doen we met Kistje? Die eten we op. Okay, het Kistje niet, maar de druiven wel. Nou, dankjewel. Neem het Kistje mee. Van de druiven over naar het stukje vlees kan natuurlijk ook. Dat is een kleine stap, maar wel een heel groot verschil. En als we het hebben over vlees, dan mogen we niet te veel vlees eten. Maar het juiste stukje vlees halen we bij Santos. Waar zit je favoriete stukje vlees? We horen het wekelijks van Carlos. Vandaag de dunne lende. Oftewel de entrecote, zoals u beter bekend is. Heel mooi stukje vlees. Mooi vetrandje. Mooi geaderd. Is te vinden achter in de rug bij het rund. Vlak boven de oshaas. Karakteristieke ervan is het vetlaagje. Wat hem ook zo'n specifieke smaak geeft. Daarvoor moet je hem wel uitbakken of uitgrillen. Minstens medium rare, want dan komt hij meer tot z'n recht. Voor de rest erg mager. Heel belangrijk. Als je er een biefstukje van maakt, altijd het vetrandje even insnijden, want dan trekt hij niet krom bij het bakken of grillen. Volgende week gaat Carlos aan de slag met de bavette. Dat was een lekker stukje vlees en het juiste stukje vlees. En dat eten we natuurlijk nog steeds met mate. En van het vlees naar de druiven, of van de druiven naar het vlees en van het vlees naar de kroeg, hè? Mag ik zeggen of niet? Ik wou het zeggen, ja. En we weten al een heleboel van jou, want je hebt zojuist al verteld dat je in de horeca actief bent. Klopt. En je gaat een café redden, zeg ik dat goed? Of? Ja, ik het wordt mij gegund. Het is een heel oud café, al uit 18 zoveel. Op de Oude Delft in Delft. En een interieur al wat uit 1925 bestaat. Dus, 1925? Mooi. Ja, echte wandschilderingen. Glas en lood, allemaal echt heel authentiek. En ik krijg de kans om dat café over te nemen. Maar waarom neem je zo'n café over? Want... Paul Geraerts, de huidige eigenaar, die wilde heel graag met pensioen. Die had een leuk optrekje in Texel gekocht. En die wilde graag van zijn pensioen gaan genieten. 70 geweest. Ja. En jij zat er iedere week te pimpelen, je dacht van? Iedere week is wat overdreven, maar regelmatig gezellig te pimpelen. En binnen de klandizie was natuurlijk wel een schok natuurlijk dat Paul ermee zou stoppen. Dus ze waren bang dat het wit geschilderd werd en disco-dreunen uit zou komen.
En zo op deze manier hebben we dat kunnen voorkomen. Blijft het café zoals het nu is. En jij bent zelf in een leeftijdscategorie waarin mensen geenthousiasmeerd worden om tot hun 70ste door te werken. Dat is de 60-plus categorie, dacht ik. Dus. Ik heb maar gecommitteerd, zal ik maar zeggen. Ik ben nu 60, dus ik ga toch zeker tot mijn 90ste door. Ja, moet dat kunnen. Je zegt, als je veel bier drinkt bijvoorbeeld. Is volgens mij heel gezond. Kan je heel oud mee worden, denk ik. Ja. In combinatie met de druiven gaat dat natuurlijk fantastisch, denk Heerlijk. Ik. Heerlijk. Ja, en we praten over echt lekkere druiven. Ja. Ja. Wat gaat er veranderen dan? Dat is dan de volgende vraag. Je zei net al een beetje traditioneel. Het meest schokkende kan ik toch wel zeggen dat er een pinautomaat komt. Een pinautomaat? Ja, het heeft zelfs de krant gehaald. Dus zo schokkend, ja. Ja. En je dat ging dus al ruim een eeuw op briefjes. En daar hadden ze wel een pin, maar daar ging het bonnetje op, zal ik maar zeggen. Oh jee. En nu hebben we dus een echt pinautomaatje. Maar daarmee wordt alles ook gewoon ineens gelegaliseerd. Dat is allemaal wit, hè, al die transacties. Ja, dat wel. Ja. Dus, en dat is verbijsterend in de horeca? Ik denk het niet. Ik denk elk serieus bedrijf een witte omzet wil hebben. Ja. Waarom begin je eigenlijk nu nog? Is dat uit nostalgie of is dat uit angst dat het anders verdwijnt? Of zeg je gewoon, ook. Mijn hart gaat toch sneller kloppen als ik achter de tap sta? Daar word ik natuurlijk wel gelukkig van, laat ik dat heel eerlijk zeggen. Uh-huh. Maar het is ook wel een beetje must, want we moeten allemaal wat langer door tegenwoordig. En als 60-jarige heb je nou niet gelijk een fulltime baan krijg je aangeboden. Dus toen kreeg ik deze kans. Dan denk ik van, hé, ik zit gebakken tot mijn 70ste. Maar dan heb je toch ook je horecapapieren nodig en dergelijke? Die heb je? Allemaal, dus ja. Dus je bent helemaal, je gaat... Ik word zelfs bij de Bibop, wet Bibop, waar je dan aan moet voldoen, krijg ik een krulletje. Oké, en de muziek is altijd uit de 60 en de 70 jaren? Ja, dat is wel een beetje een beetje oude. Tuurlijk ook wel modern, maar het gros komt uit 76 jaren. En we hopen daar ook gewoon wat jonge publiek mee te trekken. Omdat we zien echt dat de vraag is naar gewoon, zeg maar, dat oude 70-jarige gevoel. Happy peppy, flower power, hoe je het noemen wil. En wanneer gaat de tent wel dicht in de tussentijd bij het afscheid van Kobi en Paul? Kobi en Paul die stoppen er officieel de 2 september mee, dat is hun laatste avond. En dan is de officiële overdracht van het pand is op de 13e. En dan, niet vrijdag de 13e? Nee. Ja. Woensdag. Okay. En dan vrijdag om 4:30 doen we de voordeur open. Er wordt geen lintje geknipt, gewoon open doen. En dan gaan we tappen. En dat blijft nog Ik denk wel dat we de volgende eeuw ook nog wel halen. Tot je 90ste heb je ik gezegd. Ik niet, maar een ander dan. Guido, nog even wat over de historie van het pand. We gaan terug naar 1821. Een adressengids. En daar stond een melding in dat op dat adres Oude Delft 99... bier verkocht werd van de Maastrichtse bierbrouwers. En dat blijkt later, bleek dat Gulpner te zijn. En dat bier heb je nog steeds? Nee. Dat bier wordt nu wel gemaakt. Dat heet iets van heidbier, Maastrichtse heid. Ja. En dat is wat rinzig bier. Maar ik denk dat de meesten het niet meer lekker vinden tegenwoordig. En heeft dat pand nog een historische waarde? Ja, die hele binnenstad is natuurlijk voor een groot gedeelte afgebrand tijdens de grote ontploffing van het buskruid, zeg maar, het kruidhuis. Ja. En dit is ook een gedeelte wat verwoest is. En dat is denk ik in 17 zoveel is alles nieuw opgebouwd. Dus uit die periode stamt het pand. Nou, we weten weer heel veel van het kroegengebeuren. We zijn ook volledig op de hoogte van de Westlandse druif. Kistje gaat mee, gaan we lekker proeven. Dit waren mijn tafelgenoten aan Regio TV aan tafel. En uiteraard zijn we er de volgende keer weer.